Ik ben gewoon wat bruiner geworden. Zo'n lekker los item. Op. Zoek jij even, of ja. Ga je eerst openen? Nee, ik ga wel even, ja. Dat steekt dit lekker af ook. Ik vind het wel mooi. Ik vind dat we er goed uitzien. Om door een kokreentje te halen. Lees en dat jij dan ook iets aan het doen bent. En ja, dat we dan niet weten dat de camera daar al staat. Oh ja. Zal ik niemand, dit is waarom niemand jou aardig vindt. Oh, hallo. Oh, ik had je niet gezien. Leuk dat je kijkt. Is dit nou wat je wil? Nu al kut item. Jongens, welkom. We hebben een nieuw item bedacht. We hebben iets nieuws verzonnen. Ik zat lekker met mijn kop in de zon. Ik dacht, ik moet even een nieuw item bedenken wat vooral nul werk kost. Ja, voor jou. Nee, voor mij. Ja. Ik ga zo meteen weer gaan editen. We hadden bedacht, ik ben heel trots op GamersNet.nl. Ik ben heel trots op onze legacy, want we bestaan sinds 1999 en sinds 2000 onder de naam GamersNet.nl. En dat was toen een heel ding, hè? Want dat was echt van, dat was heel duur. Je moest een bedrijf hebben om zo'n website-naam.nl te hebben. Dat kon er allemaal niet. Dat kon je dan allemaal niet makkelijk kopen via klik-klik. Niet mijndomein.nl. In een paar klikken je eigen domeinnaam registreren. Eenvoudig mogelijk gemaakt. Door mijn. Dat is allemaal nog niet. Nee. Maar goed, maakt verder voor het verhaal niet zoveel uit. Maar we zijn heel erg trots op die legacy content. Maakt voor het verhaal heel veel uit. Ja, dat is echt super relevant. Die is echt heel relevant. Maar goed, haal dat lekker tempo weer uit, item. Ik ben heel trots op die legacy content. Dus ik dacht, misschien moeten we daar iets mee gaan doen met die oude content. Want wij zijn gewoon echt een stukje internethistorie. Wij waren er eerder dan Hives en hebben het toch overleefd. Nou, hoppa! Hoppata, MSN weet je het nog, Napster hebben we ook meegemaakt. Als het zo doorgaat gaan jullie Facebook ook uitleven en komt Hive weer terug. Ja. In die hele lijn is GamersNet. Voilà, voilà. Nou, daar ben ik heel trots op. Ik ook. Nou, heel goed. Dus toen dacht ik, we gaan een leuk item maken, dan gaan we kijken naar de historie van GamersNet. En het item heet, dat zie je al in de titel, Vandaag In. En wij zitten op vandaag, en vandaag is het de 25e, want dit wordt het woensdag-item. Want we hebben nog geen woensdag-item. Nee, we hebben geen woensdag-item. Vandaag in, en dan gaan we elk jaar, elke week, gaan we een jaar behandelen, maar dan die dag in dat jaar. Juist. Wat er toen gebeurd is. Dus bijvoorbeeld, dus vandaag is dan vandaag in 2008, 25 april. 25 april 2008. Precies. Ja. En dat doen we 2008, omdat jij lid bent geworden in 2008. Bam! 10 jaar geleden. Hoe oud was je toen? 9. Wat vet! Toen was je gewoon al lid. Ja, ik was gewoon 9 jaar. En hoe kwam het dan? Cheats, demo's. Ja, we hadden toen Cheat Now nog, hè? Cheat Now is heel groot. En ik denk voor heel veel jonge kinderen, demo's, dat zijn gewoon gratis stukjes spelletje. Dat was toen, ik weet niet, demo's zijn tegenwoordig niet zo belangrijk. Nee, doen we niet meer aan. Bijna nooit eigenlijk, maar vroeger was dat, bijna elke grote singleplayer game had wel een demo. Dus en dit downloadde ik dan via jullie. En zodoende blijven hangen. En kijk waar we zitten. Nou, en we hebben je account net opgezocht. Dat is echt heel leuk. Die komt ook wel in beeld. Kun je vriendjes worden met Salim. Dat is wel leuk, toch? Ja, dat vind ik hartstikke leuk. En hij heeft net zijn wachtwoord ook weer opgevraagd. Want die had natuurlijk een jaar niet. Hartstikke goed. Vandaag op 25 april 2008. Daar gaan we naartoe. Allebei. 1, 2. Welkom op 25 april 2008. En jij vraagt je af, wat gebeurde er op 25 april 2008? Nou, we gaan het nieuwslijstje even door. Je kan het zelf ook checken op gamersnet.nl, want het is gewoon legacy vanaf 2000 kun je onze content checken. Om 9:55 ochtends, toen toen zaten wij, dan moet je even teruggaan ook naar die tijd. Ik was nog niet bij gamersnet.nl, maar mijn voorgangers, die zaten achter de telex, achter de redactie. Ja. Nieuws aan. Nieuws natuurlijk. Yes, we can. Yes, we can. Obama, 2008. Zeker. Ja, ik neem mensen even mee hoor. Ja, heel goed. Steve Jobs aankondiging iPhone 3G, want ik moet altijd telecom verwerken in de iPhone, volgens Tom. Ja, wat gebeurde er nog meer? 2008 is wel een moeilijk jaar. Ja, mijn zusje geboren, net een maand, zo'n klein babytje. Dat toen was hij nog klein, hè? Ja, dat is niet meer. Wat is er nog meer 2008? Ik zie hier dat... Kung Fu Panda kwam uit. Panda. Dat is ook een hele mooie. Jack Black, Jackie Chan. Zeker weten. En de vampires waren in met de vampire series. Ja, hoe heette die films? Reeks ook alweer? Twilight. Deel 2 van de Twilight kwam uit. We gaan naar dat jaar. Dat jaar werd hij lid van Games. Toen was hij 9. Toen was ik 9 jaar. Dat is wat mijn zusje nu is. Of 10 inmiddels. Ik ken haar. De achievements werden bekend van de Bourne Conspiracy.
Oh, dat was echt een... Dat is oprecht echt een vette game. Daar flikker het op. Dat was echt een hele slechte game, nee, toch? Met superveel quicktime events. Ja. Ik vond dat... Daar heb ik de demo dus ook al gespeeld. Ja, dat was die game. Ja. Wat was de eerste demo die je vond? Nee, nou, niet de eerste. Oh, dat zou echt super vet zijn. Nee, maar ik was natuurlijk al een tijdje op de site voordat ik lid werd. Dus, maar dit is wel een van de demo's die ik wel gespeeld heb. Wat me wel opvalt is dat ze de rechten van hoe heet die gast ook alweer? Met Damon hebben ze niet. Nee. In de game. Nee, dus zonder Damon. Dat was zonder. Met... ja. Nee, maar dat is... Het was niet met Damon. Nee, niet met Damon. Dat is een van de random... Was dat een beetje een goede game? Je ziet nu wel beelden. Nee, ik denk niet dat het een goede game was. Maar je hebt het wel gespeeld. Alleen ja, de demo. Ja, de demo was leuk voor iemand van 9. Maar volgens mij, ik kan me nog herinneren, het waren heel veel quicktime events. Ja. En het was een beetje third person action shooter-achtig. Maar de Bourne Conspiracy, de film gaat natuurlijk over iemand die zijn identiteit kwijtraakt, bla bla bla. Maar dat is natuurlijk een topagent. Dat weet hij wel. Hij weet niet meer wie die is, maar hij weet wel dat hij superveel vaardigheden heeft. Daar komt hij natuurlijk achter. En ik denk, oh kut, ik kan fucking goed schieten, fucking goed vechten. Ja. En dat was natuurlijk ook in die game natuurlijk het hele ding van, wow, je kan supersnel in slow motion mensen neerkomen. Ja, ja, ja. Maar dat was toen ook wel een beetje de hype, at quick time events. Ja, dat was dat. 2008. Toen vonden we dat nog leuk. Ik zit daar trouwens ook te denken, dat is toch het eerste jaar PlayStation 3 dan? PlayStation 3 komt uit 2007, toch? Ja? Oh, dat ben ik vergeten. Ja, 2005 Xbox, het jaar 2006, 2007 achtig PlayStation. Dus dit waren de eerste beetje echt grote titels gemaakt. Nou, de Bourne was niet zo heel erg groot. Nee, niet groot, maar wel een van de eerste die echt gewoon voor de PlayStation 3 alleen exclusief gemaakt werd, denk ik. Nou, de PlayStation 3 komt gewoon uit 2006. Ja, in 2007. Eind 2007 begint. Oké. Nou goed, de PlayStation 3 was al een jaar op de markt. Ja. Vergeef ons, wij moeten ook gewoon dingen opzoeken tussendoor. Dat is ook een beetje item. Het is een beetje rommelig. Het is een beetje dat hoort ook. Dat hoort ik vind het wel leuk. Maar je kan ook meekijken. Misschien als jij zelf ook nog zoiets had van dit. Oh, dat ben je echt vergeten te noemen nu. Wat in 2008. Of waar was jij in 2008? Was je al op GamersNet? Zat je op een andere site? Of... Bestond je toen nog niet? Dat kan ook. Want de GameKings waren toen nog live, toch? De GameKings bestond toch nog? Nee, schat, die staan er steeds. Wat een hele goede. Maar goed, mooi. 2008. Ja. Nou, wat is what's next? Wii Fit, niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren. Oh. Daar heb ik later nooit meer wat over gehoord. Want dit bestaat toch helemaal niet? Van überhaupt de Wii Fit? Ja, de Wii Fit was heel groot. Dat was een balanceboard. Ja, dat was een plankje en dan kon je op... snowboarden ook en zo. Ja, weet ik veel. Ja, kon je voor alles mee. En hier staat, tijdens een demonstratie vertelt Bill Trinnen, product manager bij Nintendo, dat die hebben we sindsdien niet meer gezien in de games, dat de Amerikaanse versie van Wii Fit, dat is wel belangrijk, je niet huisdier kan wegen. Ja. Ja, dat kon in Europa niet. Want in Europa hebben we helemaal geen last van overgewicht. Nee, precies. Nou. En dat is hartstikke goed nieuws, joh. Wat vet. Ja, maar ik weet nog, waar ik net over hebben, de Wii bestaat hier natuurlijk ook zo 2-3 jaar natuurlijk al, want die kwam ook in 2005 of zo. En toen werd het inderdaad de Wii Fit, vond ik een klein beetje de 2006, vond ik een klein beetje de soort van de Wii, ja, dat werd toch redelijk snel, vond ik dan, dat het wat minder interessant werd voor mensen. En toen kwamen ze in één keer met dat Wii Fit Balance Board. En dat was een beetje hoe de Kinect, de PlayStation Move, de volgende generatie wakker moest houden. En dat is allemaal mislukt. Maar boven met Wii Fit. Wii Fit was wel succesvol, hoor. Ja, zeker dat yoga spelletje. En op een gegeven moment kwam het natuurlijk, wat ik zei, met dat soort van snowboard spelletje, werkte dat best oké. Ik geloof dat er ook nog een Rayman Rabbids game kwam uit voor de Wii Fit, geloof ik. Al met al, ja, wel een oké. Het is niet heel memorabel als in dat het echt nog jaren iets heeft vastgehouden, maar het was wel... Maar het was wel een periode waar je heel veel peripherals, heel veel bijproducten kon kopen dat voor je de apparaten. Wii is daar wel mee begonnen. Ja, die was... Met de Wii Fit en op een gegeven moment kreeg je ook Wii Motion Plus. Dan moest je dat blokje onder je controle. Maar goed, dat is volgens mij geen 2008. Maar... Dat was later volgens mij, hoor. Ja. Oké. Nou, leuk. Codemasters neemt Sega Racing Studio over. Nou, inmiddels weten we. De rest is geschiedenis, want die hebben een games gemaakt. Ik ken ze niet. Maar goed.
Er waren nieuwe screenshots van Silent Hill Homecoming. Oh. Nou, en wederom, als ik zeg games, zeggen jullie Silent Hill Homecoming. Kippenvel als ik weer terugdenk aan de aankondiging. Ja, want ik zit naar die screenshots een beetje daar. Dit is echt... toen hadden we ook nog een heel tof gamersnet watermerk. Wauw, die komt nu ook in beeld. In de screenshots. Oh, wat leuk zeg. Oh my god. Wat een goede graphics toen al. Toen al, inderdaad. Ja, toen al. Nou, weet je wat ik grappig vind? 2008, zit ik nu te denken, is ook het jaar van GTA 4. Ja. En... komen we straks op trouwens. Ja, oh, oké. Okay. Nou, dan ga ik er nog niet over in. Oké. Dit is ook een mooie. Dat ook nieuws van 25 april 2008. Geen prijsverlagingen voor Nintendo in de nabije toekomst. Daar wachten we nog steeds op. Ja, de Wii is nog steeds €450 bij de Intertoys. Absoluut, want maar Nintendo games blijven altijd hoog geprijsd, vind ik. Ja, dat is wel... Ja. Die staan een trendbreker op, want al die andere games tegenwoordig, dus binnen 2 maanden kun je ze al... Maar dat heeft denk ik voornamelijk te maken met dat Nintendo ook van die games maakt die waarvan ik oprecht vind, die zijn een generatie lang leuk. Relevant of leuk voor mensen. Bijvoorbeeld, ja. Ik zeg wat, een Mario Party, als die nu, is die al uit voor de Switch? Nee. Als bijvoorbeeld een Mario Party zou komen voor de Switch, dan is dat de Mario Party van deze generatie Nintendo. En dan gaan ze ook gewoon niet in prijs verlagen, omdat op de Xbox bijvoorbeeld heb je een Halo 4, maar dan weet je, na een aantal jaar komt een Halo 5. Maar de volgende Mario Party komt dan hoogstwaarschijnlijk op de volgende console. Dus die houden ze dan ook gewoon die hele generatie €50, €60. Wat ik ergens ook wel gewoon begrijp. Want dat is gewoon die game koop je. En die is gewoon tijdloos. Die kan je aan het begin van de Switch spelen. Maar die kan je dan 2 jaar later ook opstarten. Dus dat, ja. Ja, in 2008 wisten we dat al. In 2008 wisten we dat al, ja. Toen en was het ook al. Nu nog steeds. Wat hadden we in 2008? De Wii? Ja. De Wii. Ja, de Wii. X-Blades komt naar de PlayStation 3 met nieuwe screenshots. Oh. Nou, is dat... Nou, als Japan... Maakt een schudden op zijn grondvesten. Toen, ik denk dat het een Japanse game is, denk je niet? Ja, dat lijkt mij. Maar misschien is dat ook, het is in ieder geval een beetje van die Japans achtergrond. Ja, want het verhaal focust zich op Ayumi. Ayumi. Een heldin met 2 magische zwaarden. Ja, dit is Japan. Dat is ook nog steeds niet veranderd. Dat hebben we ook nog steeds. Bayonetta. Dus de voorloper van Bayonetta. Ja, met verfrissende elementen. Toen al waren we veel te snel met oordelen voordat de review kwam. Ja, cool. Is er überhaupt een review van X-Blade? Nou, waarschijnlijk. Nou, ik ga het even kijken. Is er een review? Nee. Nee. Het is geen review. Wel een gamepagina. Wel een gamepagina, want die maken we altijd wel aan, want het is goed voor Google. Zo zijn we dan ook alweer. Komt-ie. Jack Thompson. Kent u Jack Thompson nog? Dat is 1 laatste minuut. Ja. Jack Thompson belaagt moeder van Rockstar-baas in brief. Wie is Jack Thompson? Dat is leuk. Dat weet ik niet meer. Jack Thompson was die advocaat en die had het zijn levensdoel gemaakt om Rockstar van de aardbodem te vagen vanwege GTA. En het geweld daarin. En het geweld erin, maar ook, hoe heet die andere game ook weer? Manhunt, ook van Rockstar. Dat was ook een hele gewelddadige game. Maar ja. Bully. Bully heeft zijn naam veranderd dankzij... Hoe heette het eerst dan? Nee, het heette Bully. Maar het heette nu in Europa, heet het later Canis Adam Edit. Canis... Echt? Ja, Bully European. Nee, moet ik even zoeken hoor. Dat, wat is dat voor stomme naam dan? Ja, maar... nou, dat is een soort van Latijns voor God jemig. Orcanus Canem Edit. Ja, waar staat het? Daar, in de beschrijving. Maar dat is belachelijk, want iedereen die ik ken, als ik zeg heb je Canis Canem Edit gespeeld, weet ze nee, weet het niet. Dat is zo, maar in Europa is die naam veranderd om rechtszaken uit de weg te gaan. Want ja, Bully is zo ontzettend. Oh, de naam pestkop. Bully. Pestkop. Pestkop. Ja, kan pest je maken. Is nog steeds een probleem. Is wel echt is zo. Is wel hoor. Maar, hebben ze echt een probleem. Het is een probleem, sorry. Het is dicht in correlatie. Maar die hebben ze in Europa dus de naam veranderd. Naar Canis Canem Edit. Maar toen kwam de remake uit later. Toen heette het gewoon weer Bully. Bully Scholar Edition of zo. Ja, precies. Dus dat was op een of andere manier paniekvoetbal, maar dat was helemaal niet nodig. Goed. Ja, maar dat was ook dat weer... komt dus door Jack Thompson, die lul. Echt een lul. Ja, echt een lul. Dat is dus een, 10 jaar later en nog steeds een lul. Leeft hij nog? Oh, misschien is hij wel overleden. Nee, is niet. Hij leeft nog. Okay. Tenminste, hoeft niet, lul. Lul. En Jack Thompson had dus allemaal anti-GTA dingen. En die kwam allerlei nieuwsuitzendingen, CNN maar, en zo, kwam die vertellen dat het allemaal Sodom en Gomorra was. De duivel op aarde, hè, die hele game. Maar dat is, als je over nadenkt, ik vind het wel grappig dat dit is 10 jaar geleden en dit is nog steeds relevant. Sterker nog, het is minder relevant. Nou, het is nu wel iets minder erg, toch? Jawel, dat zeker, maar het is meer, dat is een goede progressie. Maar het is natuurlijk wel ook weer met wat Trump nu allemaal ook zegt over geweld in games. Ja, dat is waar. Daar is dit in principe de voorloper van. Het zijn gewoon een groep conservatieve Amerikanen die dan zelf... In plaats van wapens verbieden, gewoon games willen verbieden. Ja, dat is wat ze willen natuurlijk. Gewoon super triest. Het is super triest. Nou, ik zal even een zinnetje noemen. Dit schrijft dus, hij is hondsbrutaal. Hij schrijft dus naar de moeder van een van de Rockstar oprichters.
The pornography and violence that your son traffics in the kind of stuff that most mothers would be ashamed of. Hoppa, je moet je schamen voor je zoon. Ja, je moet je gewoon schamen voor je zoon, want die maakt games waar porno en geweld in zit. Ja, en dan zegt hij op het laatst, Happy Mother's Day, Mrs. Zelnick. Zo, wat een klootzak. Echt een lul. Echt niet aardig. Nog een beetje nuanceren op het eind, die foto ook. Echt een lul. Het is echt een lul. Je moet deze linkjes even bouwen, want dan kan ik die foto's ook even laten zien. Ja, maar je kan ook gewoon naar de dag, hè? Dat zeggen we ook. Oh, dat is waar, dat kan natuurlijk. Dat kan gewoon, want het is niet geheim dit. Het is gewoon content. Het is gewoon helemaal open. Je kan meekijken met ons, dat is wel leuk. Nou, en nu, nu komen we. Oh. Het laatste nieuwtje. Getypt door mijn voorloper, Peter Stout. Kent u die nog? Dat is mijn voorloper. En dat is makkelijk, ik heb gewoon zijn e-mailadres overgenomen. Dan hoefde al die contacten die we hebben hem niet iemand anders te leren. Dus nog steeds Peter. Oh, het is Peter en Gamersnet. Heel slim. Hij heet ook eigenlijk helemaal geen Peter. Nee, ook heet gewoon Hans. Potjes. Nee. Grant heeft Auto 4 trailer verteld het verhaal achter Nico. Nico Bellic, hoofdpersonage van GTA 4. Ja. En nog maar enkele dagen wachten, nu kunnen we met z'n allen losgaan op de Grand Theft Auto 4 trailer. Toen al was er hype voor een trailer. Ik dacht dat iets was van de laatste jaren. Nee, helemaal niet. Zeker niet omtrent GTA. Ja. Wel, het zal minder groot zijn dan GTA 5 natuurlijk. Maar ik vind het echt heel grappig, omdat GTA 4 is 10 jaar. We hadden het net heel even over graphics. En ik weet nog toen ik GTA 4 ging spelen, of toen ik die opstartte, zeg maar, dat ik echt als kind dacht van, ja, dit is het plafond. Mooier kan het niet. Mooier kan gewoon niet. En zeker toen de tijd, ik weet niet of dat ook dat jaar is, maar in ieder geval omtrent dat jaar, natuurlijk ook met Crysis en zo, dat je echt dacht, nou, dit kan gewoon niet. Het is gewoon GTA 4 ook qua, niet alleen qua graphics, maar ook qua mogelijkheden, weet je wel. Je kon overal in rijden en je had een cover systeem en er zat een hele campaign in, het was open world. En toen de tijd kon je alleen nog maar fantaseren over wat GTA 5 dan wel niet zou zijn. Ja. En dat stelde ook niet eens teleur. Nee, en dat is het raar. En dan is nu zelfs GTA 5 eigenlijk al relatief verleden tijd. En kunnen we nu alleen maar fantaseren over hoe de fuck GTA 7 of nog dichterbij Red Dead Redemption 2 er zo meteen wel niet uit gaan zien. Ja. En hoe dat dan allemaal wel weer niet werkt. Ik denk dat de stap van GTA 3 naar 4 veel groter was dan nu. Want vergeet niet dat GTA 4 was voor heel veel gamers misschien een beetje een teleurstelling. Wat ik ook wel weer flauw vond, want ik vond het echt een super vette game. Maar goed, dat doet er verder niet toe. Maar ik vind de stap van GTA 4 naar GTA 5 was hem niet op graphics. Nee, maar allebei HD. Daar ja, precies. Alleen dat blurriness was eruit van GTA 4. Dus dat ging. En 5 was natuurlijk in Californië, dus was heel zonnig. Ja, dat maakte het al. Mooi. Ja, precies. Net als Watch Dogs 1 en 2, dan heb je dat ook. Precies. Maar ik vind de stap van 4 naar 5 vond ik best wel meevallen. Qua zeg maar, animaties en zo, hadden ze dat lopen en zo, dat hadden ze al onder de knieën in 4. Jawel. 4 van 3 naar 4. Tering, moet je nou eens GTA 3 kijken? Dat ziet er echt niet uit. Of San Andreas. Dat was maar het is ook natuurlijk een stukje, ze noemen het ook wel in de GTA lore, heb je zeg maar de SD en de HD periode. Want niemand uit San Andreas, niks uit San Andreas, wordt direct gereferenced in GTA 5 in het verhaal. Er zijn wel easter eggs, maar bijvoorbeeld Nico Bellic wordt echt letterlijk gementioned in het verhaal. Over een of andere heist moet je doen, dan zeggen ze ja, some Eastern European guy in Liberty City, but he went dark. Dus dan hebben ze het over Nico Bellic. En daarom merk je ook qua stijl inderdaad, hoe het loopt, hoe het schiet en dat soort dingen. Daar pakken ze veel van 4. En dat was na de grote stap. Maar daarom zeg ik, daar ben ik nu juist zo benieuwd wat de volgende GTA gaat doen dan. Want ik neem aan dat als die uitkomt dat 4K al helemaal de standaard is. Maar ja, dat was toen dus al heel bijzonder. En eigenlijk nu nog steeds als je kijkt naar GTA 4. Ja, ik zou hem graag nog een keer spelen met mods. Ja, ik denk ook heel eerlijk gezegd dat als je de trend bekijkt, doen ze ongeveer op elke tiende verjaardag van de GTA, brengen ze een telefoonversie uit. Een mobile version. Maar volgens mij kan dat gewoon helemaal nog niet meer 4. Nee, dat kan niet meer 4. Nee joh, dat kan niet meer 4. Als die op mobiel uitkomt. Nee, ga ik geen seconde spelen, dat wil je toch niet? Nee, maar dan zou mijn mind echt fucked zijn, omdat ik dan denk van, hè? Toen ik dus dacht dat het plafond was, dat kan ik dan nu? Op mijn al zou het op de Switch uitkomen, zou ik denk al helemaal mindboggled zijn. Ja. Dat je dat onderweg gewoon kan spelen. Alleen maar is op de Switch nu. Dus misschien, ja ik weet niet. Ja, dan is wel iets minder mooie game hoor. Maar, ja, iets minder groots ook. Maar het zou toch moeten kunnen. Die GTA 4 was ook iets van 20 gig geloof ik. De file size. En dat was toen ook echt, oh. Dat was veel. Dat was veel hoor. Ja. Oh, je hoeft hem niet te installeren op je Xbox. Mooi.
25 april 2008, dat is wat we vandaag besproken hebben. Ja. En volgende week is het, ik ben altijd heel slecht in 2 mei. 2 mei, dus 2 mei. Hebben jullie een jaar waar je iets mee hebt, van God ga het daarover hebben of whatever, dan laat het ons vooral weten in de comments. Want je kan vanaf bij Gamers terug, dus vanaf 1999 tot en met nu. Misschien wil je het gaan hebben over volgend jaar. Of vorig jaar, dat zullen we ook wel een keer doen. Ja, vorig jaar of misschien het jaar waarin jij bij Gamers net gekomen bent. Voilà, laat het ons weten, je mooiste herinneringen. Dit was vandaag in de eerste aflevering. Ik vond het leuk, wat gezellig. Keuvelen. Ik vond het ook hartstikke leuk. Lekker keuvelen. Lekker keuvelen. Ja. Ik raad ook echt aan, het is een wat langer item, maar pak gewoon ook even die datums erbij. Lees met ons mee. Ja. Ik denk dat het wel leuk is. Ja, ja, we hebben toch een hele oude website, moet je toch gebruik van maken. Ja, daarom was het ook zo zonde. Ja, jongens, bedankt voor het kijken en laat weten wat je ervan vond. Bedankt Salim. Bedankt Peter. Tot volgende week. Tot volgende week.